West, wij zijn van de Limburg, jij uit begrip van Oostende. Jouw lievelingsstad? Maar ik heb geen grenzen, denk ik. Nee, klopt. Ik woon in Brussel. Klopt. Dus op welk moment van je carrière, ik denk dat je ondertussen 40 jaar bezig bent, kijk je het liefst terug? Ik kijk niet terug. Dat alles denk, gisteren is dood, hè. Ik denk dat... Ja, ik leef vandaag, morgen, dat moet nog komen. Als je kijkt naar de toekomst, met wie zou je graag nog eens in de studio staan? Ja, je bent, ik denk, ongeveer van dezelfde leeftijd. Hoe oud is dat dan? 60 plus. Ah ja. Ja. Ja, maar ik ben geboren met Alzheimer. Ik ben daarmee geboren. Wat zou je nog graag doen als je nu kijkt dat en dat zou ik nog beslist nog even willen doen? Wat ik nog zo ben bezig met een nieuwe plaat nu. Ja, ja. Klopt. Je Human Incognito. Nee, maar ik ben bezig met een nieuwe plaat. Nog? Opvolger? Ja. Human Incognito, wat moet ik me met die titel voorstellen? Gaat het over jou? Voel je jezelf? Ik heb die titel gekozen. Het is iets surrealisme bij mij. En ik verberg me achter het surrealisme. Ja. Dat is hoe een excuus om een voyeur te zijn. Klopt. En ik word geïnspireerd door mensen. Je hebt je... De mensen inspireren mij. Je hebt geen houtvis in de bokaal wat die spreekt, nee. Ja, en ook die, ik heb een beetje een probleem met die hond, van de Kuifje. Hij spreekt. Spreekt ook. Ik zou dat niet wel. Dat moet vervelend zijn, een hond die spreekt dan maar. Vreselijk. Je hebt je album voorgesteld in de ABN Brussel, onmiddellijk uitverkocht. Dat is voor me, dat is door April. Mijn huur. Dat is door mijn huur, hè. Dat is mijn huur. Dat moet je nog eens doen. Nog altijd in staat zijn om enkele uur tijd uit te komen. Maar zonder een publiek ben ik niks. Niks. Een artiest zonder publiek is een fucking nobody. Jullie ook, hè? Jullie hebben publiek nodig. Klopt. Wij zorgen dat we publiek krijgen. Arno, je bent er nu, ik ga toch zeggen, 67. Ja, en zondagen alleen al. Wat heb je ondertussen van de muziek over jezelf geleerd? Maar kijk, ik kom uit de generatie, ik heb met mijn kont in de boter geleefd. Mm-hmm. Ik kom, de jaren 60 was, in 68 was ik 19 jaar. De sky was the limit, alles was mogelijk, er was een revolte. En dankzij de muziek heb ik de wereld gezien en ontzien. Ja. En ik had een fantastische tijd gehad. En rock and roll was revolte, anarchie. Maar nu, er is nu meer rock and roll in een coiffeursalon dan in rock and roll. Arno, je zingt zowel meestal in het Frans, soms in het Engels, ja. In het Nederlands, in het Oostends. In welke taal kan je het beste je ding kwijt of zing je het liefst? Herinner je je eerste platen nog? Ik heb in mijn familie, mijn grootmoeder was een Engelse. Oh. Ja, haar vader was een Engelsman en haar moeder een Française. Ik heb in mijn groot zijn Nederlands ook, Friesland. Hintjes komt van Friesland. En mijn grootmoeder noemde Philips. Ik ken hem vanaf, dat is een melting pot bij mij. Ja. En ik ben opgeroeid in vier, en ik woon in de stad waar ze vier talen spreken, Brussel. Ja. En soms is dat, als ik bijvoorbeeld in Brussel speel in de Nabé, we spraken van de Nabé, als ik iets in het Nederlands zeg, roepen ze English please, Afrancais s'il vous plaît, Deutsch bitte. En als ik in Duits spreek, moet ik in vier talen alles zeggen. Als ik bintek, als ik tussen de nummers spreek. Een Engelsman, hij spreekt Engels in Brussel. Een Fransman, Frans. Maar ik moet vier talen spreken, denk ik.
Wat mogen we straks van jou verwachten, Arno? Ik weet het niet. Ik ben de half uur. Heb je een man die een setlist heeft of zeg je Dolfred? Nee, ik voel dat een half uur voor de set. Dan zeg ik dat, daar gaan we doen. Wat zijn de eerste platen die je nog herinnert? Als je terugdenkt in je achterhoofd, een plaat die je nooit vergeet. Like a Rolling Stone van Bob Dylan. Sonny Boy Williamson. Fred McDowell. Lightnie Hopkins. En ja. I'm the little red rooster, too lazy to crow the day. Ik zou, om nog een Martine te krijgen, willen stollen met een van je eigen zinnen. Ik moet hem wel voorlezen, want ik vond het fantastisch. Arno zei het volgende. Ik ben geen Belgicist, ik ben een Arnoïst. Een Vlaamse Europeaan uit Oostende die in Brussel woont. Een West-Vlaming, dat is voor ons dan, die van Limburgers houdt. Oost meet West. Iemand die naast patatten met saucissen ook graag een moussaka eet. Ik ben als een oude hoer. Dat ben ik ook. Ik sta voor alles open. Zoals in naam van Goedstein, wij als Limburgers. Arno, dank je voor het gesprek. Dank je wel. En braaf zijn. I try to be.